Hey, leuk dat je kijkt. Dit is meester Martijn met de schoenreview. Ik heb de Essex Kiano 2 weken getest. Ik heb er bijna 70 kilometer op gelopen. Ja, wat valt ons op? We spelen met Nederland zelf dan niet op de WK. Maar rood, wit, blauw, die jubileum editie. De classic Essex Kiano 25. Oké, even over de specs van de nieuwe Kiano 25. Het jackpot mesh, dat wil zeggen 3 lagen... stof onder elkaar, extra stevig, verstevigd aan de voorkant. Het heeft een versterkte hielkop uit 1 stuk. En het is een overpronatie schoen. Dat wil zeggen dat hij een blok heeft in de onderzool. Mijn ervaring is dat het helpt wel, maar het is niet een hele stevige, statische schoen. De Kiano 25, ik heb er 70 kilometer op gerend. En wat heb ik erop gedaan? Ik heb eigenlijk alles op gedaan. Ik heb er onverhard op gerend langs het kanaal van Veren naar Middelburg. Ik ben ermee op de atletiekbaan geweest. Ik heb de City Trail ermee gerend. Mijn ervaring is, het is een super fijne schoen. Ondersteunt je goed. Het is wel een stevige schoen. Dus je hebt echt een schoen aan. En dat is fijn voor een lange duurloop. En als dat korter is, dan is het voor mij misschien wel een beetje een wat zwaardere schoen. Oké, en wat ik nog even met jullie wil vertellen. Het verschil met de Kiano 25, de nieuwe jubileum editie, en de 24. Nou, het grote verschil is dat de Kiano 25 de zool is gesplitst in 2 delen. Je hebt de gel ook nog eens in het zicht. Dus hij maakt het wat soepeler van. We hebben een nieuw mesh aan de bovenkant, waardoor die nog wat lichter is. En de hielkap is iets wat verder doorgetrokken en iets steviger, waardoor je aanzet en je hiel optrekt.